Hoi kijkers van de geweldige kaas, welkom bij een nieuwe aflevering van Op Reis Robin. En ik heb de texture pack van de vorige keer uitgezet. Ik vroeg aan jullie of jullie het leuk vonden, of jullie de texture pack wouden, maar ik neem deze op dezelfde dag op als de vorige. Ik had gewoon zo'n zin om in deze portal te gaan. Maar ik vond zelf de texture pack niet meer leuk en dat is ook een probleempje dan. Dus dan zet ik hem maar gewoon uit. Want wat is het nut ervan als ik het zelf niet eens leuk vind? Dus! We stappen de portal in. Ik ben nieuwsgierig wat er nou precies komt. Wat voor land er komt. Of we überhaupt boven de grond spawnen. Want het kan dat we gewoon in een ravijn komen. Dat is een goede mogelijkheid op. Maar we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Eng. Oh jee. En de coördinaten ben ik ook nieuwsgierig naar. Of we er makkelijk kunnen komen in de gewone wereld. Of moeten we elke keer via de nether gaan. Dat is ook waar ik nieuwsgierig naar ben. Downloading terrain, dat doet hij wel lang, hè? Vindt hij leuk. Oh, daar is hij. Min 2000, oh jee. Pff, eng. Oh, dit is wel mooi. Oh, yes. Yes. Dit is nice. Yes. Dit is nice. Ah! Ik ben hier zo blij mee. Maar het lijkt wel een beetje. Oh. Ho 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 ho. Altijd maar die agressie. Het eerste wat ik even ga doen is... Wow. Ik ben echt super blij met hoe hier... Met dit. En ik ben mijn bed vergeten, dus daar hebben we ook al schapen. Oh yes! Jongens, zijn jullie ook blij? Dit is ook precies de stijl huis die ik wil... Die ik altijd maak. Tenminste nu. Deze tijd van deze tijd. De stijl huis die kan ik hier zo heel makkelijk en goed maken. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Mooie waterval. Oh, dit is zo leuk. Plup. Oh, we moeten maar eens beginnen. Ja. Oké. Okay. Nice. Als eerst zetten we eventjes... Wacht, kunnen we misschien... Nee, ik wil dit nog niet neerzetten, die enchantment table. Misschien kunnen we eerst een kamer daarvoor maken. Het eerste wat ik wel neerzet is... Crafting table. Wacht, ook niet gelijk. Wacht hoor. Hier zo ligt even onze enchantment table. Dan gooi ik eventjes... Gunpowder. Voor als we het vergeten, hè. Dan zijn we in ieder geval de enchantment table niet kwijt. Zo. En dan zetten we dit even op de plek waar we ons huis willen. Dit is wel een hele mooie berg daarvoor. Ik kon net ook een beetje kool nemen. Maar we hebben ook 54 koolblokken. Dus echt heel erg nodig zal het niet zijn. Zo. Een kist of twee. Zo. Plup, plup. Ik weet niet waarom ik ze apart van elkaar doe. Ik denk dat dit gewoon de zeldzame dingen zijn die ik... Gewoon wil houden en niet kwijt wil. En dan zijn dit de bouwblokken, denk ik, waar ik nog mee wil bouwen. Oh, ik heb 64 wol bij. Dus echt, die schapen, die zijn niet echt nodig. Oh, ik ben zo blij met dit, waar we zijn. Het is allemaal zo prachtig mooi. Zo, even dit weggooien, daar heb ik niks aan. En we gaan er het beste van maken, zou ik maar zeggen. Ook veel ideeën van jullie wil ik erin gaan doen. Dus zodra jullie nu al gelijk iets weten van... Robin doe dat, Robin doe dat, Robin doe dat. Zet dan in de reacties. Niet Robin doe dat, want daar heb ik niks aan. Maar ook gewoon Robin doe en dan bla bla bla. En dan je idee. Snap je? Oké. Okay. We gaan een deurtje... Wacht, nee, nee, nee. Het eerste wat ik wil gaan doen is eventjes steen pakken. En hier zo de kool doen. Zo. Oh, help. Wat doe ik toch? Dan pakken we hier even het kool van. En van de andere plekken ook zometeen. En dan gaan we niet heel dit dingetje opvullen. Wow. Zie dat. Dan gaan we niet heel dat dingetje opvullen met steen. Want dat is niet te doen. Wow, dat is veel kool. Maar dan gaan we gewoon dichten. Oh, dat is gewoon dezelfde pocket. Zeg maar. Om het maar zo te noemen. Pocket. Dat is het toch wel, hè? Ja. Het is een pocket, vind ik. Ik vind het een pocket. Plup, plup. Plup, plup. Plup, plup. En plup, plup. Ha. En nu hier nog. Oh, lekker veel kool. Zo, dit, hè. Nice. En nu. Nu moeten we dus beginnen met iets moois. Laat ik eerst eventjes dit weghalen, want dit zit een beetje in de weg naar mijn smaak. Dus eventjes deze muur wel vlakker maken. En wij... Ik heb in de aflevering van de beste server die gisteren kwam, volgens mij... Heb ik twee regels besproken
van een gezellig huis. Regels voor een gezellig huis. En dat zijn het plafond moet gelijk boven je hoofd zijn en het moet klein zijn, volgens mij. Dat zijn volgens mij de twee regels. Oké, wat doe ik hier? Een deur. Hier, hè? En dan kan ik volgens mij. Ik wil heel mooi bouwen en heel erg gecontroleerd ook, in principe. Op zich. Ja, dan doen we eventjes gewoon standaard. Dit is dan standaard wat ik doe bij zo'n huis. Volgens mij heb ik dit al 3 keer gemaakt vandaag. De design. Ook bij een Live in the Woods serie, maar die komt, ik weet niet hoe snel. Ligt eraan hoe snel jullie het willen. En als jullie niet weten wat Live in the Woods is, laat het me dan eventjes doen, oké? Maar als jullie weten wat Live in the Woods is en jullie willen er heel graag een serie van, dan mogen jullie het wel zeggen. Oh, dit is natuurlijk met dat kool. Oké, wacht. Kunnen we. Wacht. Dan doen we hier zo een cobblestone paal. Oh, help. Oh, maar nee, dat is de bedoeling, denk ik. En dan doen we hier zo dit. Wacht hoor. Het is krap, jongen. Even nadenken. Maar dat is het bij gezellige huisjes. Die zijn gewoon krap. Dit, dit. En dan. Zoiets, denk ik. Ja, hè? Ja, precies. En dat wordt wel mooi, denk ik. En dan gaan we hier zo ramen tussen doen. En dan is dat gelijk helemaal mooi. Ik klink altijd alsof ik helemaal weet wat ik doe, maar meestal doe ik maar gewoon iets. En jullie denken dan van, oh, hij heeft er verstand van. Dat is wel heel dom, vind ik. Zo. Meestal probeer ik maar gewoon wat uit en heel vaak lukt het ook, om het mooi te maken dan. En dan lijkt het opeens of ik weet wat ik doe. Dat is hoe het werkt. Zo. Wacht hoor. Dit. Wil ik doen. En dan een deurtje hier. Kijk, en hier weet ik wel wat ik doe. Geloof me. Kijk, dat geeft een leuk effect. Kunnen we, als we willen, eventjes. Ja, dat willen we ook. Zand halen. Op een plek. Ik weet niet waar. Oh, konijn! Nee. Je gaat het verkeerde hol in. Oh, we hebben hier nog een baby konijn. Die kunnen we ook gebruiken. We hebben konijn. Yes. En die kunnen we als huisdier nemen, hè? Dat is helemaal hip. Konijnen. Dat is helemaal 2015. Sand. Zo, dit is wel genoeg, hè? Ja. 18. Dan kunnen we omsmelten. En dan kunnen we daar 48 glass panes van maken, als het goed is. Ja, dat doen we. Dat doen we. Glass panes. Hebben we een oven? Een fornuis. Ja. Oh nee, die kan daar niet boven natuurlijk. Ik dacht ik doe het lekker compact. Maar dat mag niet. Zoiets. En dan is het maar wachten tot ze klaar zijn. Oh, dan hier weet ik nog wel iets. Met cobblestone. Zo. En dan dit. Oh, en dan wil ik nog wel van die trapjes. Als ik eerlijk mag zijn. Zo. En die kunnen we dan hier zo zetten. En dan krijg je een soort van vensterbank effect. Oh, ik denk dat het stiekem wel heel erg mooi wordt hoor. Stiekem. Mag niet. We doen stiekem. Snap nergens op. Zo, klup, klup. En dan dit. Kijk, en dat geeft toch wel iets leuks. Oké, ben je al klaar? Bijna. Nog 2. Ik zet even een torch binnen. En dan hollen we het wel meer uit. Ik vind het wel heel handig dat we nog diamonds hebben. En allemaal van die handige tools en shit. Dus dat is veel handiger om het huis te maken. Zo. Ik denk dat het wel leuk is, hè? Wacht hoor. Even denken. Oh. Bij ongeluk wordt dit echt super mooi. Natuurlijk proberen we het ook mooi te maken. Nee, we proberen. Mijn doel was niet om het mooi te maken, zou ik eerlijk zijn. Ik wou het gezellig maken, maar ik denk dat we het gewoon onbewust mooi willen maken. Ja, en dan doen we hier zo. Doen we naar beneden. Met een soort trapje naar beneden. Ah nee, het wordt weer te gezellig, denk ik. Nee, niet te gezellig, maar te mooi. Maar dat is ook niet erg, denk ik. Als je echt een puur gezellig huis wilt, dan moet je naar de beste server kijken.
Dan doen we hier zo weer cobblestone stairs. Oh, ik maak er gelijk een hele hoop hoor, als je het niet erg vindt. Want ik merk wel dat ik vaak cobblestone stairs wil gebruiken. Zo. Dat is ook weer gelijk een voorraadje. En die doen we dan hier. En dan hebben we hier zo zeg maar een lager stukje. Dan kunnen we eventjes weer glas pakken. Glas panes maken. Wat wou ik nog doen? Oh ja, eventjes iets pakken. Dit. Juist. Dat kunnen we dan hier zetten. En als we willen kunnen we hier iets doen van kisten. Ah nee. Ik wil hier wel iets. Ja, dat mogen jullie verzinnen. En dan hier komen waarschijnlijk wel kisten. Of ovens. En dan hier kisten. Oh, ik weet het allemaal niet. wat ik wel ga doen. Wacht hoor, eens eventjes goed licht ophangen. Zo. Dat is in het midden van de kamer. En dan wil ik een deurtje doen naar de trappenhal. Zo. En dan... De trappenhal gaat hier zo. Naar boven. Zo, bla 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 bla. Ja. Oh help, is het hier verkeerd. Ploep. De bas en de Minecraft geluidjes zijn zo lekker. En dan hier zo, kobbel, kobbel, kobbel. En dan dit. En dan doen we hier zo weer naar hier. En dan gaan wij net zo ver graven tot wij naar buiten kunnen kijken. Dat is bijna. Ja. Nice. En dan willen wij hier even een kamer uitholden. Zo denk ik. En dan wordt er telkens weer meer plek in ons huis. Ik vraag me af, waar zullen we de enchanting kamer doen? Oh help. Oh wat? Dat is gewoon een bug. Wacht hoor. Helpt dit? Bling. Oh wow. Handig. Zo. Wacht hoor. Waar begint die hoek? Dat is wat ik me afvraag. Ja, daar. Zie je wel. Oh shit. Even denken. We gaan naar buiten. We gaan naar buiten en dan gaan we daar kijken hoe het is. Wacht eventjes. Eventjes. Die heks vermoorden. Want ik mag er niet. Zo. Zou een creeper een geslacht hebben? Dat vraag ik me af. Is het een man of een vrouw? Of verschilt dat per creeper? Ik denk een man, want die zijn meestal wel gemener. Naar mijn ervaring dan. Hè. Niet dat alle mensen die mannelijk zijn die ik ken gemeen zijn. Daar niet van. Zo. De beste wensen! Je zit in de aflevering. En een gelukkig nieuwjaar. Ja, hetzelfde. Dat is mijn broer. Ik heb geen zin om te knippen. Zo is dat. Doei. Nou. Hopelijk schokken jullie niet. Of wel. Hopelijk wel. Dat lijkt me wel leuk. Hier glas. Oh ja. Dat wouden we daarnet al doen. Plop plop. Ja, en dan wil ik daar nog een raam. Ik wil daar raam. Zo carglass bij je huis. Carglass, ik wil daar raam. Nou, dat komt goed. Want daar bestaat ons bedrijf voor. Heeft u een sterretje in uw ruit? Nee. Oei. Moet wel, hè. Anders zou ik er een maken. Nee, meneer. Dat hoeft niet. Wij maken hem wel. Zo. Volgens mij zit ik echt nergens over te praten nu. Nergens op. Waar gaat het naartoe met de wereld? Dit verder zo. Ik zag zo'n filmpje van zo'n oude man. En dat was dan zo'n interview. En die zei... En dat was de interviewvraag was dan... Ja, u had dan voor Hitler opgetreden. Want die man heeft voor Hitler opgetreden. En dan vroeg die man... Ja, maar was dat eigenlijk een aardige man? En die man die zei zo eerlijk... Ja, was best een aardige vent. Zo die mevrouw die daar dan bij liep. Zo... Hé, hey, wat zeg je nou? Je gaat toch niet zeggen dat Hitler een aardige vent was? En die man, ja maar tegen mij, was die aardig. Het was de grootste misdadiger van heel de wereld. En die man, ja maar mag ik dan niet zeggen dat hij gewoon voor mij aardig was? Ik ben gewoon eerlijk. En ze van, nee, het mag niet, het is de grootste misdadiger van de wereld. En dan zei hij gewoon, ja, ik darf niet meer, niets meer zagen.
Dat is een Duits voor ik mag niks meer zeggen. Sorry. Het was helemaal zielig. Ik vond het eigenlijk wel grappig. Zo, is dit mooi? Is dit? Huh? Volgens mij doet het verkeerd. Ja, dit is het, hè? Wacht, dan pak ik nog even deze. Zo. Volgens mij is dit goed. Ja. En dan, dan pak ik nog eventjes wat glas. Hier. Oh, wacht, shit is. Wacht, shit is. Grof taalgebruik. Hier. Nee, jammer. Ik dacht dat dit dak hier zo driehoog was of zo. Het plafond. En dat mag niet. Want dat voldoet niet aan de regels van de gezellige huizen. Ah. Zo. Ik moet telkens naar buiten voor naar de crafting table te gaan. Dat is vervelend. Nog eventjes glass paints maken. En die plaatsen we dan nog. En dan denk ik dat het wel genoeg is voor vandaag. Zo, nog eventjes plaatsen. Nou, hopelijk vond je deze video leuk. Laat dan even een like achter. Abonneer op de geweldige kaas voor meer. En dan zeg ik tegen jullie tot de volgende keer. Doei!